sowieso, als we het zouden ontleden, is het sowieso heel veel hooligans. En mensen die een mening hebben over situaties die gebeuren. Maar aan de andere kant zijn het ook gewoon dingen die er zijn gebeurd. Gewoon letterlijk zijn gebeurd. Tuurlijk, kijk, maar zijn dingen die gebeurd zijn, maar die mensen waren niet achter de schermen. Dus, true. Dus die kennen de oorzaak niet. Begrijp ik wat ik bedoel? Die weten niet waar het is ontstaan. Wie weet of die andere partij die foute partij was. Dat weten ze niet. Begrijp ik wat ik bedoel? Omdat dat is iets wat wij niet tentoonstellen. Want we zijn publieksmensen, maar het is geen circus. Begrijp je wat ik bedoel? We zijn geen clowns. Jij krijgt te zien wat wij jou geven. Ga die clips kijken. Dat willen we dat je ziet. Ga die clips kijken. Ga die interviews kijken van voor show. Nek je die? Ga die kijken. Begrijp je? En dan krijg je wat wij jou willen laten zien. Ja. Maar andere dingen zijn voor kantoor. Begrijp je? Jouw privé is jouw privé. True. Wat wij bespreken, los van deze microfoons, is wat wij bespreken, los van die microfoons. Ik ben niet die guy die gaat zeggen, ja, en dit dan. En haha, nee. Ik kan voor mezelf praten, voor mijn label praten, voor mijn team. Maar voor de rest, het boeit me niet, want dat is grof. Ja. Maar eigenlijk boeit het me niet. Begrijp je wat ik bedoel? Je kijkt naar je eigen keuken. Begrijp je, want als het aan die mensen had gelegen, was ik sowieso niet op het punt waar ik nu sta. Snap je? Was ik sowieso niet daar. Als het aan die mensen had gelegen. Want die mensen praten al lang. Vanaf het moment dat Seven wegging. Ja, nu is het klaar met Rotterdam Airlines. Weet je wat het is bij ons toch? Mensen kijken niet naar, hey, welke nieuwe artiest gaan ze nu brengen? Nee, die mensen kijken naar, wanneer gaan deze mensen nou crashen? Zo zitten ze te kijken. Ze wachten niet op succes. Ze zitten gewoon, wanneer gaan ze nou crashen? Oké, die gaat weg. Ja, nu gaan ze crashen. Oh nee, shit, ze crashen niet. Losman, als deze weg gaat crashen. Oh, die gaat weg. Ze crashen niet. Hey, fucka. Als deze weg gaat crashen, echt. Broer, als je kijkt naar elke artiest, dus al teken ik bijvoorbeeld morgen voor show, toch? Ga je in die comments zien? Als de show weggaat, zijn ze niks meer waard. Teken ik overmorgen hem. Als hij weggaat, zijn ze. Die mensen kijken naar dat. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ze willen die, you know, maar. De shoe. Wie bouwt dit? We zijn niet in de game gekomen met, yo, hemel ons op. Want dat is de business niet. Elke label-eigenaar, elke succesvolle zakenman heeft te maken met dit soort dingen. Begrijp je wat ik bedoel? Iedereen heeft een concurrent. Begrijp ik wat ik bedoel? Iedereen heeft een concurrent in een business. Ja. Maar denk je dat Samsung of iPhone, kijk, misschien zijn ze aan de kop van dezelfde eigenlijk, ik weet niet. Maar stel Samsung, denk je dat hun elkaar niet nikken? Nee toch, dat is reclame. Nee man, koop een Samsung, want iPhone is stef. Terwijl mensen hebben gewoon iPhone, ik heb geen klachten. Maar die Android mensen zijn, oh, mijn camera is lit. Er is altijd, zonder commotie, is er geen promotie. Snap ik wat ik bedoel? Je moet door, je moet schakelen en ik vind het prachtig. Zonder deze turbulentie, bro, hadden wij misschien dit gesprek niet eens. Het is toch gezellig dat ik even met je kan praten op deze dag. Ik denk dat we sowieso al, misschien niet op dit moment, je hebt gelijk.